Hallo, ik ben Sakina en dit is mijn school. Zo, Christian, jij studeert juridische dienstverlening. In het vak juridisch en recht zit heel veel doorgroeimogelijkheden. We hebben allemaal verschillende takken, zoals verschillende vakken. We hebben arbeidsrecht, verbintenisrecht, privaatrecht, strafrecht. Laatst waren we ook bijvoorbeeld nog een Europese gerechtshof. Mochten we op bezoek bij de Europese Commissie. Dus dan kon je ook nog zien, als je echt heel verder in kan komen, wat je allemaal wel niet kan bereiken. Wat is jouw toekomstdroom? Mijn toekomstdroom is om een eigen onderneming te beginnen in het buitenland. Mm-hmm. En hoe heeft jouw stage hierbij kunnen helpen? Mijn stage heeft heel erg duidelijk gemaakt naar mij toe wat ik kan verwachten en waar ik allemaal rekening mee moet houden. Hoe lang duurt je studie nog? Ik ben eigenlijk niet vandaag klaar. Ik heb vanmorgen mijn ondernemingsplan gepresenteerd in de pool. Kun je mij de pool laten zien? Ja hoor, loop maar even mee. Ik hoorde dat je iets enthousiast had bedacht. Ja, we hebben een flashmob georganiseerd op school. Oké. We wonen met mensen werven, intern, en we hebben danslessen gegeven. En dat alles voor Koningsdag. Zelf volg ik de opleiding onderwijsassistent. CM volgt de opleiding pedagogisch medewerkster. Waarom heb je voor deze opleiding gekozen? Nou, ik heb voor deze opleiding gekozen omdat ik het heel erg leuk vind om met kinderen te werken. Ze stimuleren in hun ontwikkeling en het ook heel erg leuk vindt om groepen te leiden. Hier worden de opleidingen voor management support gegeven. Bij deze is het belangrijk dat je vreemde talen beheerst, beleefd en betrouwbaar bent. En waar is dit nou goed voor? Nou, sportmassage is heel goed om spieren soepel te krijgen en om te relaxen. Ik voel het al. Ja, is goed. Waarom heb je gekozen om applicatieontwikkelingen op deze school te volgen? Nou, ik vind dat je op deze school krijgt een erg sterke basis en dat kan je in de praktijk later goed gebruiken. Kun je mij iets laten zien? Ja, dat kan ik. Stel, ik wil de opleiding financiële dienstverlening volgen. Aan welke eisen moet ik voldoen? Je moet vooral heel erg sociaal zijn. Je moet goed kunnen analyseren, goed kunnen berekenen. En vooral heel erg professioneel zijn. Hi, what's your name? Hi, I'm Saf. And I'm studying International Business Studies. Mm-hmm. With my specialization being marketing communication. Would you like to give me some examples? I'm working on units now. These are assignments in which I tell more about marketing communication. What it is, how it works, kind of things. Dit is dus mijn school, MBO College Amsterdam. Kijk voor alle opleidingen en meer informatie op onze website.